Hey, ja, ik had nog een pakje binnen van Fold 13 met natuurlijk een paar boekenleggertjes en een stapeltje comics. En nou, ik had ze al in een doos gedaan voordat ik bedacht had van ik ga er ook een filmpje van maken. En nog wat leuke pins erbij van de Turtles. Heel blij mee, dankjewel Fold 13. En wat zit er dan zoal in die bestelling dit keer? Een paar Archie Comics, Jumbo Comics, The Official Comic Book of Halloween. Dit is de Archie Jumbo Comics 354, de 328 Betty en Veronica Jumbo Comics, ook de Halloween uitgave. De Halloween uitgave van World of Archie Jumbo Comics, nummertje 144. En alvast voor de kerst en koude dagen, de Milestones 26 met de Jughead kerstverhalen. De Betty en Veronica Jumbo Comics 36. En ook nog deze World of Archie nummer 143. Dus dat is al een heel lekker begin. Ik kreeg er ook nog deze bij. Comic Shop nieuws. Altijd leuk om een keer door te bladeren. En er waren twee graphic novels uit van Archie en Friends. Endless Escapades. En voor de kerst alvast Christmas Wonderland. Wat hebben we dan nog meer? Nou, ja, deze serie heb ik een soort van gemist. Cursed Library. Ik heb deeltje 2 nu gekregen. In, ik geloof, Skylar Partridge cover dat dit is. Dus dat vind ik heel leuk, dankjewel. En wat hebben we dan nog meer? Ik heb Absolute Batman. Nou, die heb ik zelfs al gelezen. Begint interessant. Ik vind het logo, nou ja, er is veel over gezegd. Het is een logo. Ik heb hem in twee mooie covers. Dit is Jim Lee cover, als ik het goed heb. En nog een hele vette hoi foil van Action Comics. Een facsimile van Amazing Spider-Man 261. De nieuwste Spider-Man, nummertje 59. Avengers in een Doom cover. Heel gaaf. Avengers Assemble deeltje 2. Nieuwe serie, ik heb volgens mij deeltje 1 gemist. Batman, nummer 237, facsimile in foil cover, super gaaf. De Batman Superman World's Finest, ook altijd leuk om die erbij te hebben. Blade, de Red Band comic van Marvel ook. Nummertje 1 in een gewone cover en een mooie foil. Bloodhunters, nummer 3. Ook heel gaaf. Sowieso de hele Bloodhunt gebeuren vind ik fantastisch. Dazzler nummer 2 heb ik ook gelezen. Ik vind hem een heel stuk beter dan deel 1. Deel 1 vond ik toch wel een lastige herintroductie of zo. Ik weet het niet. Maar ja, ik vond deel 2 echt een hele grote verbetering ten opzichte van deel 1. Dus daar ben ik heel blij mee. Fantastic Four nummer 26 in een paar varianten uiteraard, want die wil ik eigenlijk gewoon allemaal hebben natuurlijk. Ja, nou, Nick Klein Stormbreakers variant. Ik vind ze ook eigenlijk allemaal heel tof. Deze zijn ook heel gaaf, de Saturday Morning varianten. Dus ja, heel leuk. De nieuwste Flash Gordon, nummertje 3. Garfield, nummer 3. Ja, hij ziet van alles lekkers in de koelkast. Dan Hello Darkness, Jenny Frison cover. Prachtig oog met heel veel detail. Nou ja, kijk, dat doodshoofd wat hier dan in verwerkt is en zo. Ik vind het prachtig. House of Slaughter, de nieuwste. Ook 26, geloof ik. Ook in twee dingetjes. De Lee In-Yuk versie en een FOC reveal. Iron Man, de Deadly Foes variant. Dit is volgens mij Iron Man Annual. Nee, Iron Man nummer 1, gewoon de nieuwe serie. Jim Henson's Labyrinth. Tweede deeltje, covertje van, ja, hoe heet ze ook weer? Elizabeth Thorpe. Ja. De nieuwe Shadowspin van Lego Ninjago. Ik heb hem al gelezen. Dit is echt heel leuk. Garmadon, die blijkt een kracht te hebben bezitten, de Shadowspin. En ze moeten nou verder op zoek naar of hij de ene is die ja, Ninjago kan redden. Shadowspin, nieuwe serie van Lego Ninjago. Erg tof. Miles Morales, nummertje 25. Minor Arcana, ook al gelezen.
En ja, deeltje 1 sprak me al erg aan en deel 2 trekt me er nog wat verder in. Het is nog net niet genoeg om te zeggen of het echt een hele goede serie gaat worden, maar volgens nog vermaak ik me erg met de covers en ook het verhaal. Ik heb eigenlijk uit Multiverses Collision Detected nog niks, maar dit is al het derde deel schijnbaar. Maar ik zag deze cover, natuurlijk een Action Comics nummer 1 hommage, en tevens natuurlijk een Scooby-Doo cover. Vind ik heel vet, Scooby-Doo niet alleen, maar ook daar Adventure Time. Zo allerlei dingen. Hier zelfs Harley Quinn loopt hier nog voorbij. Bugs Bunny. Hier Tom en Jerry. Ik vond dit zo'n vette cover. Die moest ik gewoon hebben. Mystique nummer 1. Nog niet gelezen, maar ik vond deze cover heel vet. Dus ik kon dan... Ja, er zit dan ook nog eens een nummertje 1. Dus die kon ik dan toch niet laten liggen natuurlijk. Wat hebben we nog meer? Nightwing. De nieuwste Nightwing. Altijd leuk. Nix. Vind ik trouwens ook heel leuk. New York X-Men. Rick and Morty, Youth in Rickfold. Deeltje 3 alweer. Space Ghost, nummertje 6 alweer. Michael Cho cover. Heel gaaf. The Spectacular Spider-Man. Ook een reeks die ik wel heel leuk vind om te verzamelen. De nieuwe Spider-Boy. Introducing the all-new Spider-Girl. Vind ik ook heel erg gaaf. Sowieso Spider-Boy vind ik echt een tof personage. Dit is dan ook de Stormbreakers variant. Black Suit and Blood. Eerste twee deeltjes vond ik heel erg goed. Dus ik ben even benieuwd naar dit derde deel. Die ga ik zo meteen even lezen. Ook maar gelijk twee koffertjes gedaan, want ik kon weer niet kiezen natuurlijk. Spider-Man Reign 2. Ook een super vette serie. Met een hele oude Peter Parker natuurlijk. Teenage Mutant Ninja Turtles. De nieuwe serie. Deeltje 3 alweer. The Saturday Morning Adventures, ook een hele gave serie. En nummertje 18 alweer. Het eerste deel van The Terminator. Ik vind het heel tof dat The Terminator met dit deeltje zich niet per se richt op alles wat we al weten en personages die we al kennen. Maar een inkijkje geeft bij twee hele normale mensen en daar wat geschiedenis over verteld en zo. En dat dan de Terminator eraan komt. Goed begin denk ik van de nieuwe Terminator serie. Mooie Alex Ross cover ook trouwens. Hier een Trick or Treat cover. Van Kelly Jones zijn ze dit jaar. Op Titans nummer 16. De Ultimates nummer 5. Nou, Ultimate Universe van Marvel op het moment. Daar kun je me bij van spreken voor wakker maken. Ik vind het echt super tof. Dus ook Ultimate Spider-Man nummer 10. Hebben we er weer bij. Werewolf by Night. Deeltje 3 alweer. Een Red Band serie ook van Marvel natuurlijk. Wolverine nummer 2 door Scotty Young. Thans de cover dan in ieder geval. Wonder Woman nummer 14. Weer zo'n Kelly Jones Trick or Treat cover. Dus die komen hier op de kast te staan als Halloween decoratie. Denk ik. Vind ik wel. X-Factor. Ook erg sterk begonnen deze serie. Dus ik ben benieuwd hoe dat die verder gaat. X-Force heb ik nog niks van gelezen. Maar toch is alweer nummertje 4 uit. En daar zit Mensing in als ik het goed zie op de cover. En dan een super vette Magneto cover op X-Men nummer 6. Dat waren ze zo alweer. Mijn aanwinsten van Vault 13. En wil ik nog even zeggen. Want ik heb ook nog wat. Ik was op vakantie geweest. Heb ik het een en ander gelezen. En wat ik echt super vet vond van wat ik gelezen heb. Wil ik toch eventjes laten zien. Ik heb Solo gelezen. Eerste deeltje. Dat was heel tof. Van Oscar Martin. Maar ik heb ook dit gelezen. De Technovaders van Alejandro Jodorowsky. En de Technovaders, dat vertelt het verhaal over Albino en zijn broers en zussen. Broer en zus. Maar vooral Albino. En Albino is ook het verhaal aan het vertellen, zijn memoires als het ware, over hoe zijn leven zoal gelopen is. Hij en zijn broer en zus die zijn geboren uit een drieling van een verkrachting van hun moeder. Dus dat is nogal een heftig gebeurtenis. Maar zij is verkracht door een hele grote groep.
Dus ze hebben allemaal een andere vader. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En ook andere persoonlijkheid en zo. Nou, het is eerst en vooral een prachtig geschreven serie. En een prachtig getekende serie ook, vind ik. Dat zie je zo wel. En wat ik ook heel goed vond is... het verhaal wordt ook heel goed verteld. Albino is degene die zijn memoires als het ware aan het vertellen is. Hij heeft een kleine metgezel die je hier bijvoorbeeld kunt zien. Dat is Tini Griffy, dat is een soort muisje. Het is een futuristisch sci-fi verhaal waarbij Albino de wil heeft om de opper-technovader te worden. Oftewel de allerbeste programmeur van games ooit. Echt een hele, hele, hele dikke aanrader. En ik heb integraal deel 1 gelezen. En die kan ik zeker aanraden. En voor 4 tientjes kun je hem wel ergens kopen. Is echt zeer de moeite waard. Ik kijk nu al reikhalzend uit naar integraal nummer 2. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Geef even een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog. Dag!